Ja, waarom passen we bij dieren en homeopathie toe? Nou, in de eerste plaats omdat de reguliere diergeneeskunde niet alles kan. Dus heel vaak lopen we tegen de grenzen van de reguliere diergeneeskunde aan en dan willen we toch nog een behandeling kunnen aanbieden. En dat kunnen we dan met homeopathie doen. Homeopathie heeft ook zo zijn beperkingen. De homeopathie is een prikkeltherapie, dus je prikkelt het lichaam tot genezen. Je hebt het lichaam dus nodig om te genezen. En als het lichaam dit niet meer kan genezen, dan houdt het ook met homeopathie op. Dus met andere woorden, op het moment dat we met de reguliere diergeneeskunde niet verder komen, dan kunnen we kijken of er mogelijkheden zijn op het gebied van homeopathie. Homeopathische mogelijkheden bij honden zijn er veel. Ik beperk me nou even tot dus de belangrijkste groepen patiënten. Dat is in eerste plaats dus huidklachten. Huidklachten is zeg maar vooral probleempatiënten met huidklachten. Die krijgen we toch in zeg maar 50-60% van de gevallen toch ook wel beter met homeopathie. Het voordeel daarvan is dat homeopathie geen bijwerkingen heeft. En heel vaak huidklachten behandeld moeten worden met bijvoorbeeld prednison. Dat is dan de enige mogelijkheid. Die prednison heeft natuurlijk heel veel, zeker op de lange duur, heel veel bijwerkingen. Er zijn natuurlijk ook wel andere middelen, bijvoorbeeld de cyclosporine, die nog gegeven kunnen worden. Die zijn heel duur. En dat loopt dan op in een, zeg maar als bedrag, of tot bedragen van nou, pakweg soms 100, 200 en 300 euro per maand. En dat kan niet door iedereen betaald worden. Bewegingsstoornissen zijn ook hele belangrijke indicaties voor homeopathie. Het is gebruikelijk dat bijvoorbeeld honden met artrose, die al behoorlijk veel artrose hebben op een relatief jonge leeftijd, dat die pijnstilling krijgen. En natuurlijk hebben ze dat ook nodig. Maar pijnstilling, de reguliere pijnstilling, of de reguliere ontstekingsremmers moet ik eigenlijk zeggen, hebben vaak bijwerkingen. Hè. We kunnen maag-darmproblemen geven, bijwerkingen kunnen zonder dat we het in de gaten hebben ook problemen geven met lever en nieren. Dat zijn vaak bijwerkingen die zich heel stiekem, zeg maar, die heel stiekem optreden. Daarnaast kunnen we ook gedrag van honden beïnvloeden met homeopathische geneesmiddelen. En er zijn niet zoveel zeg maar, middelen, reguliere geneesmiddelen die gedrag kunnen beïnvloeden. Maar er zijn natuurlijk toch wel heel veel gedragsdeskundigen die heel veel met gedrag bij honden kunnen. En het is prachtig om dat nog te ondersteunen met homeopathische geneesmiddelen.